Boeren vinden regelmatig afval in hun weiland. Het achtergebleven afval is levensgevaarlijk voor de koeien. Boer Mark Ormel kan hier alles over vertellen. Het is niet alleen in de bermen, maar vooral als het juist iets verder wordt weggegooid in de weilanden van een boer. En dan kan het afval voor een probleem zorgen doordat het afval dat het in het voer van de koeien terechtkomt. En de koeien die buiten in het weiland lopen en het gras vers opeten, daarvoor is het meestal een wat minder probleem. Omdat die koeien het blikje of het flesje of wat het dan ook maar is wel laten liggen. Maar het gras dat wordt gemaaid en geoogst als wintervoer voor de komende winter te dienen. Dat wordt afhankelijk van met welke machine het geoogst wordt, wordt vaak fijn versnipperd. En raakt dus vermengd in het voer voor de koeien. En dan kan het voer, of de koe kan het dan 's winters niet meer uitselecteren. En krijgt het gewoon binnen in zijn pens of in een van zijn magen. Dus de koe zal het niet meer uitpoepen. Maar het afval blijft dus binnen in de koe zitten. En dat kan voor veel pijn zorgen bij de koe. En die pijn zorgt ervoor dat de koe minder gaat eten en dus ook niet voldoende voedsel binnenkrijgt. Organisatie LTO is de belangenbehartiger voor agrarische ondernemers. Zij proberen het gedrag van mensen te veranderen. Wij kunnen natuurlijk als organisatie mensen niet dwingen om zich anders te gedragen. Maar we kunnen wel meewerken aan een stukje PR en een stukje informatievoorziening om het gedrag van mensen te veranderen. En of dat echt gaat helpen, dat weet je nooit. Maar wij doen daar wel ons best voor om dit inderdaad onder aandacht te brengen. En om mensen erop te wijzen welke gevolgen het weggooien van afval kan hebben. Het is een serieus probleem, maar de oplossing lijkt vrij eenvoudig. Door bijvoorbeeld prullenbakken regelmatig te legen en geen afval in de weilanden te gooien. Dat zou ik iedereen toe willen oproepen. Hou ons landschap schoon. Nogmaals, wat ik net al zei, niet alleen voor de melkveehouders, maar voor iedereen, voor ons allemaal. We hebben een prachtig land. En de mensen die buiten fietsen of rijden of recreëren, wat je ook maar doet, die genieten er ook van. Maar die zouden er zelf ook voor moeten zorgen dat het ook mooi blijft. Het is dus belangrijk om je afval niet in de weilanden te gooien, maar gewoon in de prullenbak.